Het huidige pensioenstelsel moet worden hervormd. Zo stelt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. Maar waarom? Als ons stelsel wereldwijd wordt beschouwd als een van de beste. We praten erover met een specialist in Nederland op dit gebied. De specialist in Nederland op dit gebied, mag ik wel zeggen. Hij is pensioenrechtadvocaat bij DLA Piper en hoogleraar pensioenrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Erik Lutjens, van harte welkom, Erik. Goedendag. Waarom moet het veranderen? Waarom het moet veranderen? Nou, de discussie daarover is opgekomen na de financiële crisis van 2008. Toen bleek dat pensioenen minder zeker waren dan men altijd dacht. Ja. Pensioenen voor werknemers. Omdat een aantal pensioenfondsen, doordat vermogen daalde, in de zogenaamde onderdekking kwamen, tekorten kregen. En er dreiging was dat pensioenen gekort moesten gaan worden. En in een aantal gevallen zijn pensioenen ook werkelijk gekort. Mm. Voor zowel werknemers als voor pensioengerechtigden. En dat heeft de discussie op gang gebracht of het nog wel houdbaar is naar de toekomst. Dus eindelijk is de discussie op een foute manier gestart, kun je wel zeggen. Een beetje door schrik. Nou, na aanleiding van een foute aanleiding, kan je zeggen. Ja. Het was geen uit zichzelf komend vermogen om erover na te denken. Nee, precies. Er was een crisis, er waren tekorten. En toen is men gedacht, ja, is het eigenlijk wel houdbaar naar de toekomst toe? Zijn de financiële eisen niet van dien aard dat dit huidige stelsel niet meer te handhaven is? Daar kwam bij de steeds langere levensduurverwachting, waardoor er steeds meer vermogen nodig was. Nou, die combinatie van factoren is de aanleiding geweest voor een steeds breder wordende maatschappelijke discussie over het pensioenstelsel. Waar ook veranderingen op de arbeidsmarkt en veranderingen in leefpatronen en de aansluiting van het pensioenstelsel daarbij steeds meer op de voorgrond komt te staan. Ja. Daarover straks meer, over die externe factoren die aan het veranderen zijn. Is het goed, die discussie, vind je? Ja, die discussie is heel goed. Kijk, pensioen is enorm belangrijk. Dus het is heel goed dat je naar kijkt of het houdbaar is naar de toekomst toe. Want je hebt het over een hele lange periode en over een heel belangrijke inkomensaspect voor mensen. Dus het is goed dat je naar kijkt of het houdbaar is. Of het fundamenteel moet veranderen, dat is weer veranderen. Maar dat je daar kritisch naar kijkt. En of het zo moet blijven en of er iets veranderd moet worden en wat, dat is heel goed dat dat gebeurt. Want het stelsel is eigenlijk heel goed, toch? Begrijp ik. In de basis, in de fundamenten, is het heel erg goed, vind ik. En wat zijn die fundamenten die het zo goed maken? Nou, de fundamenten is zeg maar een divers stelsel als één. Het is een basisvoorziening in de vorm van de AOW op omslagfinanciering, zoals het wordt genoemd. Er wordt geen kapitaal voor wordt gevormd. Maar degene die in dit jaar premie betalen, wordt meteen aan uitkeringen uitbetaald. Ja. Dus dat is de AOW als basis. En daarbovenop een wat wij tweede pijler stelsel noemen. Via de arbeid voor werknemers en de werkgever-werknemer verhouding. Op kapitaaldekkingsstelsel, dus daar wordt voor gespaard, als het ware. En dat wordt belegd vervolgens. Dus die combinatie, die wordt heel erg goed gevonden, internationaal ook. En daarnaast hebben wij een hele grote participatie gehad van werknemers in het pensioenstelsel. Meer dan 90, zo rond de 95% van de werknemers zit in zo'n aanvullende pensioenregeling. En dat komt dankzij het stelsel van verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds en de cao-werking in het Nederlandse landschap. Ja, dat zorgt ervoor dat er heel veel werknemers deelnemen. En het gekke is dat dat twee onderwerpen zijn die ook zeg maar onder druk staan in de toekomstdiscussie. Dat is vreemd eigenlijk. Eigenlijk wel vreemd. Want en gevaarlijk ook. Of gevaarlijk, misschien zwaar woord, maar dat is geen goed nieuws. Nou, je moet oppassen wat je doet. Want als je veranderingen gaat teweeg brengen, dan raak je wel het pensioen en de grondslagen voor het pensioen voor 95% van de werknemerspopulatie. Dus heel veel betrokkenen. Hmm. Er zijn ook heel veel opgebouwde pensioenen in het huidige stelsel. Hmm. Dus wat doe je met een verandering met die al opgebouwde pensioenen? En hoe zijn de toekomstverwachtingen voor de mensen die nog moeten opbouwen? Dus daar moet je heel zeg maar, zeker van zijn dat het ook een verbetering is. Niet nu, niet over 1 of 2 jaar, maar ook over 40 jaar nog. Los van de externe ontwikkelingen en de crisis die de aanleiding was en de veranderende externe omstandigheden. Ik las ergens dat de lage rente, die werd een sluipmoordenaar genoemd. Ja. In hoeverre moet die niet te lang duren, die lage rentestand, om het systeem overeind te houden? Ja, vanwege de regels over de financiële opzet is dat heel erg zorgwekkend. De lage rente. Want die lage rente, dat is een rekenkundig iets. Dat betekent dat je je verplichtingen heel hoog moet waarderen. Dus rekenkundig heb je dan opeens heel veel verplichtingen. En dan heb je ook heel veel vermogen nodig. Ja.
En die rekenrente is al jarenlang structureel nu bijna, kan je zeggen, heel erg laag. Mm. En dat heeft ook een beweging op gang gebracht, waardoor er weer zorg is of in 2020, dat is een magisch jaartal in dit verband, in 2020 de pensioenen niet weer opnieuw gekort moeten gaan worden door een aantal pensioenfondsen, omdat ze vanwege die lage rente onvoldoende dekking kunnen hebben. Ja. Dus of de rente moet stijgen, of je moet iets aan je andere kant van de balans. Ja, want ik heb het in kleine schaal. Ik ben zelf ondernemer. Hè, dus pensioen is voor mij ook wel een dingetje. Ik ga het zo meteen wel over hebben. Maar ik heb net mijn pensioen in eigen beheer stop kunnen zetten. Want dat was natuurlijk ook een probleemgevalletje. Want ik weet niet of je dat kan vergelijken met het grote stelsel. Maar ik moest ook een, wat is het, 4% rendement draaien, geloof ik. Terwijl de rente op bijna niks stond. Ja, dat had een andere oorzaak voor die, zeg maar, pensioen in eigen beheer. Mm. Want daar waren hele aparte fiscale regels. Precies. De fiscale waarde veel lager was dan de werkelijke waarde die je nodig had in het economisch verkeer. En daar bouwde je door de regels sowieso een tekort in. Ja. Dus dat was daar heel raar. Maar goed, het min of meer zoiets speelt ook bij de pensioenfondsen voor werknemers. Ja, want het moet renderen op een bepaald niveau natuurlijk. Want anders heb je op het eind niet voldoende geld om uit te betalen. Het rendeert wel, hè, want de beleggingsrendementen zijn goed. Daar is niks mis mee. Nee. Maar die zogenaamde rekenrente die zorgt ervoor dat je je verplichtingen heel hoog moet waarderen. Zodanig hoog dat de beleggingsrendementen daar niet tegenop kunnen boksen. Nee. En daar is trouwens wel veel kritiek op. Er is ook een wetsvoorstel in behandeling om de rekenrente op een bodem van 2% vast te leggen. Mm. En dat zou al heel veel schelen. Ja, klopt. Dat is druk van de ketel. Ja. Wat zijn belangrijke externe factoren? Je noemde er al een aantal. Hè? Welke springen er heel erg in die in jouw ogen potentieel wel degelijk effect hebben? Of laat ik zeggen, ervoor zorgen dat we het stelsel moeten herzien. De mensen hebben niet meer één baan, maar wisselen heel veel. De levensverwachting, het groeiende aantal ZZP'ers. Wat zijn factoren die van belang zijn? Nou, er zijn wel een aantal factoren die relevant zijn voor het pensioenstelsel. Maar de vraag die daarmee opdringt is of die echt de fundamenten moet gaan wijzigen. Of dat je de fundamenten en het bouwwerk, wat op zichzelf intrinsiek, naar mijn opvatting in ieder geval goed is, of je dat moet laten staan. Misschien wel wat moet renoveren, misschien hier daar. Een nieuw laagje verf of zoiets dergelijks. Voor zelfstandigen, waar we dan misschien straks ook nog op ingaan, misschien een gebouw ernaast zetten. Hè, want zelfstandigen hebben nu geen toegang. Is dat geen risico, een gebouw ernaast zetten? Als het goede fundamenten heeft ook weer, dan is maar dan heb je andere fundamenten. Dat is geen kamertje in het bestaande huis, om de metafoor even door te trekken. Nee, dat bij de huidige wetgeving in ieder geval niet. Hmm. Kijk, je noemt de verandering op de arbeidsmarkt. Ja. Dat wordt vaak aangevoerd. Maar we moeten dat ook niet overdrijven. Pensioenbreuk heette dat vroeger. Dat moest je allemaal niet doen, van baan wisselen, want dan ging je pensioen eraan. Ja, maar dat was in een oud stelsel vroeger. Was dat met het zogenaamde eindloonregeling, kon dat enorme financiële effecten hebben op je bereikbare pensioen. Dat waren eindloonregelingen waar je laatste salaris bepalend was voor het pensioen of je hele werkzame leven. Ja, ja. En als je dan van baan veranderde, dan telde die oude diensttijd niet meer mee. Dus dan kon je enorm groot nadeel hebben in je pensioen. Nou, dat stelsel waar het pensioen op het eindloon, het laatste loon is gebaseerd, dat bestaat niet meer in Nederland. Dus dat pensioenbreukelement is weg. Dus wat dat betreft maakt baanverandering niet zoveel meer uit. Wat je bovendien ziet is dat heel veel baanveranderingen binnen dezelfde bedrijfstak plaatsvinden. Een bouwvakker blijft meestal bouwvakker, een metaalarbeider blijft meestal metaalarbeider en iemand in de zorg blijft meestal in de zorg werken. Dus je blijft binnen dezelfde pensioen. Dus je blijft binnen hetzelfde pensioenstelsel. Hmm. En er zijn natuurlijk ook mensen die van bedrijfstak wisselen. Maar dat is niet het grootste gemene deler. En daarvan is dan de vraag wat mij betreft of je daarvoor het hele stelsel op de schop moet gooien. Ga eventueel daar wat extra maatregelen voor nemen, wat maatwerk. Maar die gaan niet het hele stelsel om. Hoe groot is het risico dat aan dat stelsel wordt gemorreld? Nou, dat zou best kunnen gaan gebeuren. En wie zou dat dan willen en waarom? Wat zijn de redenen? Nou, de reden is de veranderende arbeidsmarkt. Het sluit niet meer aan, is een van de argumenten. Een van de argumenten daarbij is ook een specifiek fenomeen wat wij in Nederland kennen. Dat noemen wij doorsneepremie. Een doorsneepremie is een uniforme premie voor alle werknemers, ongeacht leeftijd. Dus jongeren betalen dezelfde premie voor dezelfde pensioenaanspraken als ouderen. Terwijl ouderen eigenlijk duurder zijn en jongeren goedkoper. Om hetzelfde pensioen op te bouwen. Dat heeft te maken met de langere tijd die nog beleggingen mogelijk zijn. Ja. Nou, in het doorsneepremiestelsel betalen ze dezelfde premie, krijgen ze voor die premie dezelfde pensioenaanspraken. Nou, er is een argumentatie op gang gekomen die in toenemende mate inhoudt dat oneerlijk is voor jongeren. En het wordt ook in die discussie van tegenstelling tussen jong en oud getrokken. Ja. Wordt gezegd, de jongeren hebben onvoldoende profijt van hun eigen premie. Hmm. En dat is niet eerlijk en dat is
in combinatie met de arbeidsmarkt. Dat is vooral niet eerlijk als zij van baan veranderen en uit het stelsel stappen en zelfstandiger worden, bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat is niet onwaar, die argumentatie. Niet onwaar. Dit is niet onwaar, maar je moet je realiseren, die jongeren die worden ook weer ouder. Dus wat dat betreft, in dit hele cyclus van het doorlopen van een deelnemingstijd van jong naar oud, heb je eerst misschien een nadeel, maar daarna weer een voordeel. En als je dat gaat veranderen, waar ga je dan de pech en de geluk, zoals het ook wordt genoemd, neerleggen? De angel, of tenminste niet zozeer de angel, maar de kern van deze discussie is natuurlijk collectiviteit. Hè? Toch? Ja, nou goed, met dat woord raak je een belangrijk vraagstuk. Wat wil je eigenlijk met het pensioenstelsel? Precies. Waar is het eigenlijk voor bedoeld en hoe kijk je daar tegenaan? Het is altijd opgebouwd als een collectief op solidariteit gebaseerd stelsel. En waar je risico's deelt, saamhorigheid en pech en gelukgeneratie, zoals het wordt genoemd, mag niet voorkomen. Dat moet allemaal weggemiddeld worden, zodat iedereen gelijke kansen heeft. Past dat nog in deze tijd? Ik denk dat solidariteit nog zeker past in deze tijd. En dat uiteindelijk heel veel mensen daar ook wel profijt van zullen kunnen hebben. Want solidariteit betekent dat je risico's met beleggingen, economische crisis gezamenlijk kunt opvangen. Mm. Dat de risico's gespreid worden over jongeren en ouderen. Maar ook dat je arbeidsongeschiktheidsrisico's gezamenlijk kunt dekken en overlijdensrisico's gezamenlijk kunt dekken. Dus dat zijn denk ik grote voordelen. En als je het pensioen meer persoonlijk maakt, dan wordt het meer een individueel financieel product. Ja, dat kan ook, maar dat gaat uit van een hele andere visie op het pensioenstelsel. Mm. Maar dat is wel de discussie die nu een beetje wordt gevoerd. Dat, want dat persoonlijk vermogen, je eigen potje. Dat je, ja. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben een volstrekte... in zoverre ben ik doelgroep, want ik kijk er vanuit een heel andere kant naar. Ik was altijd tegen een pensioen, want ik zei, ik ben ondernemer en ik ga mijn leven lang door. Maar wat ik nooit begreep was, en dat in één keer was, ik weet niet of dit raakvlak even in dit gesprek denkt wel. Toen zei iemand op een gegeven moment, ja, maar als je dan 5, 6 bent, dan heb je het geld. Dan heb je gespaard pensioen in eigen beheer. Ik zei, ja, maar dan heb ik het ook. In principe wel, ja. Ik zei, maar wat gebeurt er dan als ik 68 ben en ik ga dood? Ja. Ja, dan gaat het weer terug in het collectieve potje. Ik zei, ja, maar wacht even, maar dat is toch mijn geld? Ja. Maar dat is natuurlijk, maar dat heeft te maken, want dat is niet mijn geld, hè? Nee, bij het huidige pensioenstelsel niet. Nee. Kijk, dat is het verschil tussen verzekeren en sparen. Ja. En bij verzekeren deel je de risico's. Huh. En de een gebruikt er wel van of gebruikt er meer van dan de ander. Ja. En dat is bij elke verzekering zo. Hè. Neemt ook brandverzekeringen. Iedereen betaalt eraan mee. Ja. Maar sommigen krijgen alleen brand en hebben profijt. En voor anderen hebben wel betaald, maar krijgen er nooit de uitkering. Zo werkt het. Zo werd het ook bij pensioenverzekeringen. Ja, ja, ja. En als je een spaarpotje hebt, ja, dan is het jouw eigen geld. Ja. Dat is je eigen geld. Maar als je dan niet 68 wordt, maar 98, dan is het op een gegeven moment ook op. Hmm. Ja, dus dat is dan weer het andere kant van de medaille. Maar als je nou jongeren de keuze hebt, want ik vind ook het oudere-jongeren verhaal is natuurlijk ook een van de een van de thema's van de discussie. Ik weet niet, jij hebt veel contact met jongeren, toch? Je bent hoogleraar aan de VU. Ja. Wat vinden die? Nou, dat vraag ik vaak. Wat vind je van het pensioenstelsel? Hoe kijk je aan tegen je pensioenleeftijd? Ja. Moet het geregeld worden collectief of wil je zelf beslissen? Het opvallende is dat ze heel veel zeggen van... eigenlijk vind ik het wel prettig als het gewoon goed geregeld is, dat ik me geen zorgen hoef te maken. Dan hoef ik me over mijn oude dag geen zorgen te maken. Dat is eigenlijk wat ik heel veel... Er is meer dan voldoende voedingsbodem om niet aan het fundament te komen en het te laten in essentie zoals het nu dit werkt? Dit is geen representatief sociologisch onderzoek natuurlijk, wat ik heb gedaan. Hmm. Aan de andere kant, het is wel een signaal. En bij toch redelijk hoog opgeleide mensen, waarvan vaak wordt gezegd dat die meer mogelijkheden hebben om zelf iets te regelen. Terwijl de fabrieksarbeider, die wil geen scores. Nee. Die wil niet over beleggingen en over keuzes moeten nadenken. Die wil gewoon dat het geregeld is. Maar dit is dus een groep mensen, hoger opgeleid, die ook zegt, vaak, overwegend, niet iedereen, van makkelijk als het geregeld is, hoef ik er niet over na te denken over zoiets ingewikkelds als pensioen. Mm. Want dat is ook wel een aspect. Het wordt als een heel ingewikkeld financieel product ervaren. Dat is het ook. Ja. En wat betekenen de keuzes voor het een of het ander? En het zijn keuzes die, als je die op je 25e maakt, over 40 jaar daarna effect hebben. En daar zijn jongeren op een 20, ik weet niet waar jij mee bezig was op je 20ste, 25ste, maar ik was niet met mijn pensioen. Nee, bijna niemand. Nee, niemand. Je hebt andere bestedingsbehoeften, inkomen vaak lager. Dus als je het een eigen keuze laat om wel of niet te sparen, dat wordt ook wel eens gezegd.
Dan gaan velen het niet doen. Zoals je het ook bij zelfstandigen ziet. Ja. Dat is trouwens niet het plan van het kabinet. Hè? Nee, nee. Het moet wel een verplicht pensioenstelsel. Ja, ja. Ook, maar, en, want hoe zit het met ZZP'ers? Die beginnen niet voor niks voor zichzelf, denk ik dan. Moet je die dan verplichten om ook aan zo'n stelsel deel te nemen? Nou, dat is het argument om het niet te doen. Het zijn vrije ondernemers. Bij vrij ondernemerschap hoort dat je zelf beslist hoe je geld besteedt en of je wel of niet je pensioen regelt. Maar dat is een redenering die niet over de hele linie opgaat. Want je mag in heel veel opzichten niet zelf beslissen wat je met je inkomen doet. Want je moet belasting betalen, je moet een ziektekostenverzekering hebben. En waarom zou je niet ook een pensioenverzekering moeten afsluiten verplicht? Hm. Dus het argument, je moet zelf kunnen besteden, want je bent zelfstandig ondernemer, dat spreekt mij niet zo aan. Dat is gewoon een maatschappelijke keuze die je maakt. En er zijn heel veel argumenten om ook zelfstandigen te verplichten om iets aan het pensioen te doen. Van gelijkheid met werknemers. Werknemers moeten een deel van hun inkomen aan pensioen besteden. Dus hebben dus niet de vrije beschikking. Hebben straks een pensioeninkomen. En omdat ze een pensioeninkomen hebben, kunnen ze minder beroep doen op overheidsvoorzieningen. En als zelfstandigen maar het geld uitgeven en geen pensioen hebben, kunnen ze een hoger beroep doen op overheidsvoorzieningen. Dat wordt oneerlijk gevonden. Dat vind ik wel een relevant argument. En toch open jij mij net de ogen dat door te zeggen, door het in één keer, want ik vond het ook altijd heel complex, wil ik zo meteen iets over vragen. Maar jij zegt, nee, ja, waarom zou je niet verplicht stellen, net zoals dat je in de ziektekosten, het is gewoon een verzekering en die moet je gewoon verplicht stellen. Stel dat je die gedachtegang doortrekt, waarom zou je het dan niet bij het individu neerleggen? Omdat het vergelijk met ziektekosten daarom niet opgaat. Omdat dat elk jaar kortlopende verzekeringen zijn voor één jaar. Ja. En bij pensioen deel je op langere termijn risico's met elkaar. En deel je ook het risico dat iemand niet volgens de statistieken maar 15 jaar leeft, maar ook 30 jaar leeft. En ook dan moet hij al die 30 jaar zijn uitkering krijgen. Ja. En dat is onmogelijk om dat individueel te verzekeren. Maar dat is bij een AOV ook. Maar ja, dat is ook niet verplicht. Nee. Maar dat regel je wel zelf. Ja, dat regel je zelf als ondernemer. Als arbeidsongeschiktheid. Ja. Als ondernemer, maar als werknemer is dat meestal gewoon onderdeel van de verplichte pensioenregeling, arbeidsongeschiktheidsregeling. Zou het simpeler kunnen? Ik denk altijd, Maar het is niet zo ingewikkeld. Nee. Zou het simpeler kunnen, maar het is niet zo ingewikkeld. Nee? Want werknemers en werkgevers betalen gezamenlijk premie. Pensioenfonds of verzekeraar belegt het geld en je krijgt aan het eind van de dag een uitkering. Dat is in de basis helemaal niet zo ingewikkeld. En de vraag is dan, moet je meer weten als werknemer? Moet je precies weten hoe het werkt? Moet je weten wat een doorsneepremie is? Nee. En wat de rentedekking is? En wat de dekkingsgraad is? Moet je dat allemaal weten? Nee. Het schelden voor belastingen, zeg ik ook altijd. Ik hoef niet alles te weten hoe het snap, leg maar gewoon uit hoe het werkt. Dus in de basis is het heel eenvoudig. Je betaalt premie, het wordt voor jou belegd op een zorgvuldige manier. Goed toezicht van de toezichthouder. Dat zeg jij nu even heel snel, dat is zo? Goed toezicht van de toezichthouder. Nee, dat tweede, dat het belegd wordt in... Het wordt belegd door verzekeraars en pensioenfondsen onder toezicht van de Nederlandse Bank. En dan zit het goed. En dan of mag niet. Je ervan uitgaan dat het zorgvuldig belegd wordt. Er zijn ook allemaal regels voor. Ja. Maar is dat dan ook zo? Speelt commercialiteit daarin een rol? Want we hebben het nogal over geld. Nee, dat geloof ik niet. Er wordt belegd in het belang van de pensioendeelnemers. Of hen een goed en stabiel pensioen te regelen. Dat is de doelstelling van zowel verzekeraars als pensioenfondsen. En daar wordt niet risico's die niet aanvaardbaar zijn, wordt er niet gelopen om de beleggingsrendementen maar zo hoog mogelijk te maken. Nee? Dat mag ook niet, hè, op grond van de regelgeving. Ja, als jij het zegt, is zo. Nee, dat mag ook helemaal niet. Je moet gespreid beleggen. Je mag wel risico's nemen, maar daar tegenover moeten staan beleggingen met weinig risico om een zekere balans en evenwicht te creëren. En daar houdt de Nederlandse Bank toezicht op. Weten politici hier genoeg van eigenlijk om over deze materie? Want jij zegt wel, het is niet zo moeilijk, maar ik vind het toch een behoorlijke complexe materie. Weten politici genoeg om hierover te besluiten? Ja, politici hebben natuurlijk ook maatschappelijke doelstellingen bij de keuzes die ze maken. Die kijken niet alleen maar naar de techniek van het pensioenstelsel. Maar als ik de debatten zie, is er toch redelijk goede kennis bij de pensioenwoordvoerders. Ja? In het algemeen wel. Ja. Help jij ze er ook bij? Of heb jij... Soms adviseer ik ze ook. Er zijn soms ook hoorzittingen, maar ook andere partijen dan ik. Hè. Bijvoorbeeld de Pensioenfederatie, dat is de Federatie van Pensioenfondsen. Of het Verbond van Verzekeraars. Dat zijn belangrijke lobbyclubs die ook voor informatievoorziening verzorgen. En wat regel jij vanuit je rol van DLA Piper? Hè? Wat doe je dan met klanten? Mijn klanten zijn mensen die behoefte hebben aan deskundige juridische ondersteuning op juridische vraagstukken. Ja, zowel advies als procesvoering. Ik treed veel op voor pensioenfondsen. Ja. Belangrijk segment van mijn klantenbestand. En ondernemingen die vraagstukken hebben over pensioen. Dat kan advies zijn. Of geschillen over de uitvoering met de pensioenregeling, met hun werknemers.
Of met vermogensbeheerders komt ook voor. Of met de toezichthouder geschillen. Bij pensioenfondsen banden ook veel geschillen tussen de pensioenfondsen en ook de deelnemers. En de geschillen met andere ondernemers. Hoe kunnen daar nou geschillen ontstaan als ze allemaal zo met hetzelfde doel bezig zijn? Ja, dat heb je overal. Je hebt ook in de sociale zekerheid heb je geschillen over de vraag: is mijn WW-uitkering wel goed berekend? En zo heb je dat ook bij een pensioen. Soms ook omdat mensen een verwachting hebben van een hoger pensioen wat niet uitkomt. Of bepaalde onduidelijkheden bij wijzigingen van pensioenregelingen. Dus dat soort zaken. Maar ook geschillen met de toezichthouder. Dat is ook een belangrijk onderdeel van mijn werk. Hey, en tot slot, jij mag het zeggen. Jij bent degene die mag beslissen hoe we het de komende 40 jaar gaan inregelen. Wat is je belangrijkste advies? Belangrijkste advies is 1. Hou de fundamenten zoals ze zijn. Ga niet het volledig herbouwen, maar laat het bouwwerk zoals het is. Maar fris het wel wat op. Belangrijk punt vind ik dat de mogelijkheid wordt gecreëerd dat je minder zekere pensioenen kunt toezeggen, zodat je flexibeler kunt gaan beleggen. Dat vind ik een belangrijk punt in wijziging van de regelgeving. En dan wordt die rekenrente ook minder belangrijk. En maak een bouwwerk erbij, bijgebouw voor de zelfstandigen, waar zelfstandigen verplicht zijn. Ja, want dat wordt een grote groep, hè? En dat is al een grote groep, maar je wil een heel diverse groep, daarom is het ook zo lastig. Ja. Maar je moet een apart huis voor pensioen voor zelfstandigen richten. Omdat alles werkt daar even wat anders. Ja. Ja. Leuke materie, om daarmee bezig te zijn, lijkt mij. En dank voor het gesprek en voor de toelichting, Erik Lutjes. En dank je wel voor het kijken. Dag!